Turkije vorig jaar behaalde. De vijfde plaats voor Griekenland in 1977 met Mathema Solverge van Paskalis, Marianne, Robert en Bessie is nog steeds de hoogste klassering tot nu toe. Aan Cleopatra de taak om die plaats te verbeteren of minimaal de 13e plaats van het vorig jaar gestand te doen. Ulu tu kosmu eapida is een lied over hoop en liefde. In een zo snel veranderende wereld moet ik de antwoorden op de vragen van mijn kinderen opnieuw formuleren. Waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Laat de mensen toch vooral de schoonheid van de liefde voor elkaar ontdekken en overbrengen. Opnieuw dus een verheven tekst van in dit geval Christos Lagos, die qua melodie aansloot bij de muzikale tradities van Griekenland. Er een sneufje oriëntaals, afgekeken van de Franse Amina van vorig jaar, aan toevoegde en u ook nog vergast op een popgeoriënteerde gitaarsolo. Zangeres Cleopatra is nu een van Griekenlands meest geliefde sterren, die na haar debuut op het Songfestival van Thessaloniki haar talenten kon laten horen in 56 Amerikaanse steden, onder andere in Washington en in New York. Grieklands dirigent Haris Andriadis. En dat is een hele bekende, want die dirigeert vaak de Griekse of Cypriotische bijdragen. Veel enthousiaste Griekse fans daar in het midden. Er zijn er meer. Van tevoren waren ze niet zo tevreden over dit lied, maar tijdens zo'n...